Hey paardenmeisjes, vandaag zijn we in Waarland op visite bij Sanne. En Sanne is een heel bijzonder paardenmeisje, want zij doet aan voltige. Nou, ik weet er helemaal niks van, het is voor mij helemaal nieuw. Dus ik ben echt super nieuwsgierig en ik heb er heel veel zin in. Hey Sanne! Hey! Wat een leuke naam heb jij? Ja, jij ook. Ah, dankjewel. Hey, wie is dit? Dit is Lila. Lila, en dat is jouw voltige paard? Ja. Nou goed, je moet het me allemaal maar vertellen, want ik weet hier echt dus helemaal niks van. Ik heb het nog nooit in het echt gezien. Het is eigenlijk heel erg. Maar ik heb nog nooit iemand in het echt zien voltigeren. Dus ik ben heel benieuwd. En misschien ook wel een beetje zenuwachtig eigenlijk. Toch spannend? Hey Sanne, we staan in de bak. Ja. Dat is Lila. Kan je mij vertellen hoe het allemaal in zijn werk gaat? Nou, dit is de beugel. Het is altijd wel heel leuk, want je kan er ook heel veel oefening mee doen. Je kan er ook in staan. En met de lussen, daar kan je ook je been in doen en dan kan je er ook in leunen. En dan heb je nu het bondje. Dat is om de beugel mooi op zijn plek te houden en het is ook wat zachter en fijner voor Lila. Hey, en wie is dit? Want dat is ook wel even leuk om te vertellen. Dat is mijn trainer Cindy en zij is ook de eigenaar van Lila. Okay. En ze heeft zelf ook met grote wedstrijden meegedaan. Dus je leert het wel van een hele goeie. Ja. Dat ik er zelf nog op startte, was ik echt de enige met zo'n klein paardje. Maar Lila heeft een kwalitatief heel goede galop, dus dan trekt ze het wel, zeg maar. Maar de meeste paarden zijn rond de 1,80. Begint een beetje bij 1,75 of hoger. Hé, hey, en Lila, dat is eigenlijk al een klein beetje een omaatje, hè? Want hoe oud is ze? Ze is al 23. 23, maar je zou het niet zeggen. Staat hij te trappelen? Ja. Je hebt net de warming-up gedaan en ik weet dan wel, dat is het enige eigenlijk wat ik van voltigeren weet, dat je een beetje zo mee gaat galopperen en dan hop, spring je erop. Ja. Oké, okay. Nou we gaan het gewoon even, we gaan het zien. Ja. En wat voor oefeningen doe jij allemaal op het paard? Ja, ik doe vooral veel lenigheidsoefeningen. Want ja, ik ben van mezelf wel wat leniger. En wat is daar dan bijvoorbeeld een voorbeeld van? Nou, met de naald. Met de naald zet je je twee handen op, op het dek, op het paard. En dan doe je je benen omhoog. Toen ik tweede van Nederland was geworden, toen startte ik in de klasse L. En dit jaar ga ik in de klasse M starten. Met de wedstrijd heb je plicht en kuur. Met de plicht word je dan op beoordeeld of je je been wel strekt en je tenen. En of je je wel goed spant, maar dat ligt eraan welke oefening je dan doet. En met de kuur dan word je op je artistieke deel beoordeeld. Dus bijvoorbeeld met je muziek, dat je als je muziek wat hoger gaat, dat jij bijvoorbeeld een sprongetje doet, dat je alles mooi op de muziek doet. En je pakje kan ook wel een beetje bij je muziek passen. Hoe ziet jouw wedstrijdpak eruit? Nou, ik heb twee pakjes van mij meegenomen. Dit is de eerste. Oh, die is wel heel mooi. Deze had ik toen overgekocht van een oud teammaatje van mij. Deze had ik vorig jaar ook met mijn plicht aan op de Piade. Ja, en toen je tweede werd? Ja. Eigenlijk je kampioenspak? Ja. Ja. En dan had ik deze aan met de kuur. Hij waait wel een beetje weg. Ik had met de muziek Let's Love, dus dat is een beetje met liefde. Dus er zit ook een hartje op het been. En dat is dan weer heel handig voor je artistieke punten. Ja. Omdat dan past het weer een beetje bij je muziek. Ja. Is deze. Nee, mooi hoor, heel mooi. Hey, ik heb voor jou nog iets. Kijk. Nou, ieder paardenmeisje van de maand krijgt van Harry's Horse een cadeau. En ze hebben het een beetje speciaal voor jou uitgezocht. Want het is een heel sportief pak. Oh. Kijk, het is een hele mooie rijbroek. Maar het is echt een legging, dus... Oh, dat is leuk. Ja, dat leek ze wel handig voor jou. Ja, goede keus. En een bijpassend shirt. Ook in een heel mooi stofje. Oh, wauw.
Dus kun je die mooi aan het trainen. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Ik moet nog één vraag stellen. Wat is je grote paardendroom? Mijn grote paardendroom is een eigen footiesjepaard en een movie. Een movie is een ton die dan galoppeert als een echt paard. En daar kan ik dan thuis op oefenen. Oh, wauw. Mooi zeg. Wil je nou net als Sonne ook paardenmeisje van de maand worden? Stuur mij dan een mailtje op sonne@hetpaardenmeisje.nl. En wie weet zijn we volgende keer bij jou. Oh ja, even de pagina liken. Doei!